Er wordt een laatste poging gedaan om ervoor te zorgen dat nog dit jaar kan worden gestart met de bouw van het Frits Philips Lyceum. Dat heeft wethouder Fischer dinsdagavond beloofd aan de Eindhovense gemeenteraad. Door bezuinigingen vanuit Den Haag is er een financieel gat ontstaan en dreigt de fusieschool van het Christiaan Huygens College en het Bisschop Beckers voorlopig niet te kunnen worden gebouwd. Maar nu komt er mogelijk toch nog een oplossing. Recentelijk heeft de fusieschool een bijdrage toegezegd van 1 miljoen euro. Dat is natuurlijk een hele belangrijke stap. We hebben op dit moment nog wel een gat van ruim 6 miljoen euro. Maar met enthousiasme zullen we weer het gesprek voortzetten. De scholen hebben van de aannemer 2 weken langer de tijd gekregen om samen met de gemeente tot een oplossing te komen. Het nieuwe Frits Philips Lyceum in Woensel-Noord zou in eerste instantie in augustus 2016 klaar zijn. Die datum wordt niet meer gehaald. Als beide partijen er de komende week uitkomen, kunnen de leerlingen er begin 2017 in.